Hallo en welkom bij deze video over Sketchup. Soms loop je er tegenaan dat er iets misgaat, want dan ben je aan het tekenen met Sketchup. En dan denk je, ik wil een nieuwe tekening openen. Nou, dan ga je naar uh, File, Nieuw en dan krijg je deze melding. You can only... Uh, nee, you can continue to use Sketchup, but you will not be allowed to start a new file or open an existing file. Je kan niks openen, je kan niks starten, je mag alleen hier maar verder. Nou... Lekker dan. You are not licensed, zegt hij ook nog eens. Um, vele mensen raken dan in paniek en gaan dan bellen. Dat is helemaal niet nodig. Het meeste wat je kan doen is dit: en je zegt oké, okay, want je bent wel licensed, maar er is iets mis met inloggen. Wat je doet is je gaat naar Help en dan naar Sign Out. Dus je logt uit in SketchUp. Dan krijg je een pop-up box die zegt You are signed out from SketchUp. Um, soms moet dat twee of drie keer voordat hij hem heeft. Daarna ga je weer naar Help. En dan naar sign in. Dan krijg je hier. Ja, dan krijg je dit scherm. Dan zeg je: inloggen, volgende. Wachtwoord, volgende. Aanmelden. En dan zegt hij: You're signed into all things SketchUp. En dan ben je er. Want als ik dit nu wegklik. En ik besluit een nieuwe tekening te openen. Dan doet hij het gewoon. Dus bij de meeste meldingen die SketchUp geeft. Wat met licenties te maken heeft, of naar token, kan ook gebeuren. Um, uitloggen, opnieuw inloggen en vaak beden dan weer. In sommige gevallen heb je echt geen licentie meer, maar dan is die verlopen en dan moet je hem verlengen. Dat kan ook bij ons. Dankjewel voor het kijken. en um, Mocht je verdere vragen hebben, kijk even op onze website. Dankjewel, tot ziens.